Hoi! Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Rollercoaster Tycoon 3. We gaan dit keer verder met ons parkje. Ja, tot na het intro. Oké, people, let's go to work. Ik heb een verrassing voor jullie allemaal. Ik heb een verrassing en ik ga het zo laten zien. Ik ga eerst kijken of ik een leuke achtbaan kan selecteren. En dan kan ik eigenlijk een beetje het geheimpje verklappen wat ik van plan ben. Ja, jullie verschijnen waarschijnlijk al in de naam van deze video. En jullie hebben zoiets van, Vincent, dit meen je niet. Dit is natuurlijk wel menens, want we gaan het gewoon doen. En ik ga eerst kijken welke achtbaan wij het beste kunnen gebruiken voor de speciaal achtbaan. Even kijken hoor, dan denk ik toch de junior achtbaan, want het is toch, het blijft een junior achtbaan ook in het echt, zeg maar. Nou, ik ga het eens proberen of het lukt. Nou, we weten van de achtbaan dat die natuurlijk wat verder weg ligt, maar ik ga hem daar plaatsen. En ik denk dat dit ongeveer de hoogte moet zijn, gok ik. We hebben een lang station, dat weten we ook. Je komt naar buiten en je gaat eigenlijk een bocht om uit mijn hoofd. Na die bocht ga je eigenlijk naar beneden, omhoog, beneden, omhoog. Dat klopt, hè. Ik ga het ook testen, kijken of hij het goed doet. Het karretje moet meer worden. Het wordt een karretje van, denk ik, ja, 7 ongeveer. Het moet een lang karretje worden. Kijk hoor, wat hij dadelijk gaat doen als we dit ook daadwerkelijk doen. Of hij dat ook daadwerkelijk zo'n bochtje maakt. Want zo gaat de achtbaan ook in het echt. Dan weten we natuurlijk dat we het over één ding hebben. En dat is natuurlijk de donutbaan. Fantastisch. Kijk, hier gaat hij onder de grond. Dus wat ik nou moet doen is... Hier gaat hij omhoog getakeld worden. Zo. Ja, dit is de layout, jongens. Jullie weten het donders goed. En dan gaat hij ongeveer tot hier. En dan gaat hij naar beneden. En dan maakt hij daar een looping. Maar deze achtbaan maakt natuurlijk geen looping. Oh, shit. Hoe gaan we dat nou doen dan? Kan hij een looping maken? Ik weet het trouwens niet of hij een looping maakt. Nee, deze achtbaan moeten we dus gaan verwijderen. We moeten hem wel realistisch namaken. Want zonder looping is dit geen donutbaan. Ja, het spijt me. Maar dan moeten we toch met de achtbaan met looping kijken. Ja, ik kan dat niet anders doen, sorry. Nou, we gaan hem nog eens proberen, joh. We hebben nog een kans, tuurlijk. Even kijken, waarom komt er geen... Oh, daar, nu komt er wel iets. Kijken, hoppakee. Oké, je gaat naar voren, zo. Je komt eruit, je maakt een bochtje. Je gaat naar beneden. Naar boven. Naar beneden. Naar de bocht doen we dan maar gelijk. En dan gaat hij nog een keer naar beneden. Zo, en dan gaat hij omhoog getakeld worden. Kijk, dat is de officiële. Ik weet niet of hij nog steiler kan omhoog getakeld worden. Ook nog. Hij kan zo'n heel stijl omhoog getakeld worden, maar dat hoeven we niet te doen. Hij moet enkel tot... Ja, dat is ook de vraag. Tot waar moet hij eigenlijk omhoog getakeld worden? Nou, hij moet er sowieso een looping halen. Dus laat ik hem wel omhoog takelen dat hij wel die looping haalt. Nou, dan gaat hij natuurlijk naar beneden één keer. Gaat door dat donuthoofd. Dan maakt hij natuurlijk een bochtje zo. Dan gaat hij zo. En dan gok ik ongeveer hier zo. Gaat hij wel naar beneden, hoor. En dan moet ik hem zo doen. Anders haalt hij de bocht niet. Dus hij wordt iets anders dan de Minecraft versie. Maar dat komt puur omdat... Ik weet trouwens de layout hoe die niet... Ik weet niet hoe die verder gaat, joh. We kunnen hem even testen. Kijk, als we de karretjes nou wat langer maken. 7 treintje. Zo. Dan kunnen we kijken hoe die gaat in de onzichtbaarheid. Gaat u maar, donutbaan. Kijk, dat is leuk zo, hè? En dan gaat hij omhoog getakeld worden. En kijk ook of hij de looping haalt. Ik denk het wel, als ik het zo zie. Het zou het moeten halen. Want het ziet er ook verschrikkelijk schattig uit zo. Dat je inderdaad gelijk het park binnenkomt. En het eerste wat je opvalt is die prachtige looping achtbaan. Oké, nou moet hij wel wat vaart gaan krijgen. Ja, dat krijgt hij al een beetje. Oh, hij gaat vaart minderen. Dat is minder. Oh, gaat hij het halen? Ik hoop het, ik hoop het. Hij heeft wel een aardig vaartje. Oh, gaat hij het halen? Oeh, ja, 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 ja. Dat is te langzaam. Oké, ik ga het anders doen. Nee, dat ziet er raar uit. Hij moet gelijk in één keer stijl gaan. Dat ziet er ook raar uit. Zo kan hij wel. Ik denk ook als we hem sowieso harder omhoog laten takelen.
Zo. Dat hij ook wat sneller gaat. Even checken. Nu maakt hij wel genoeg vaart hoor. Weet ik zeker. Kijk. Ja hoor. Dat gaat goed komen. Juist. Dit is wel een aardige vaart. Oké. Dan moeten we even een idee bedenken. Want ik weet niet meer hoe die precies ging. De donderbaan. Erg hè. Ik weet dat hij vroeger altijd op en neer ging daar, aan het einde. We kunnen wel gewoon een kurkentrekker in maken, maar dat ziet heel raar uit. Ik denk wel een, hoe heet dat? Die zou er wel een... Nee, die zou je niet doen. Kan ik geen, nee, dat kan ik ook niet. Gewoon weer omhoog gaan. Zo. En dan kan ik hem hier een bochtje maken. Even kijken hoor. In de cirkel. Dus even kijken hoor. Dat ziet er wel leuk uit, denk ik. En dan moet je natuurlijk ook wel naar het einde toe, hè. Laten we maar gelijk einde maken dan. Ik maak een eind eraan. En niet die remmen, maar hij hoeft niet echt te remmen, denk ik. Het zou wel, ja, op zich realistisch zijn als ik natuurlijk wat remblokken erin doe. En dan maak ik hier nog wat ingangding voor. Ja, kijk, nou, dit ziet er goed uit. Ik weet niet wat die pijlen inhouden. Nou goed, ik maak gewoon even een standaard ingangetje zo. En de uitgang zit natuurlijk aan de achterkant, hè. Ik moet even opnieuw maken hoor, dit stuk. Kan ik erin zitten? Ja, dat gaat ook. Oké, we gaan eens even kijken hoe dit ritje gaat. Of dit wel een beetje een soort donderbaanachtig is. Het is natuurlijk wel iets anders dan we gewend zijn. Het is een soort van donderbaan. Hij is ook helemaal niet hoog of zo, maar dat hoeft ook helemaal niet. Hij hoeft niet hoog te zijn. Oh shit. Oh shit. Lekker vaartje hoor. Nou, dat is een leuk baantje hoor. Ik vind deze wel goed gekeurd. Het is één lange baan. Misschien kan ik die trein nog langer maken. Want we hebben gewoon één lange trein. Even kijken hoor. Stoppen. Ik moet even zoeken waar we dat konden doen met die treintjes. Want ik ben gewoon heel dat fan. Waarom? Huh? Waar moet ik dan met die trein aanpassen? Waarom zie ik dat nou niet erbij staan? Hier hoort toch altijd die trein aan te staan. Oh, ik moet natuurlijk wel bouwen aan de attractie, denk ik. Hier. Ja, hier kan je het doen. Kijk, we hebben nog lekker veel karretjes. 8 karretjes. 2 treinen kunnen we zelfs doen. Nee, dat kunnen we niet doen. Oké, leuk. Nou, dit is de donderbaan. Het is lastig om met Minecraft blokjes hier een donutpoppetje bij te zetten. Maar we kunnen wel een station een beetje Minecraft-achtig maken. Eens even kijken. We moeten eerst een ondervloertje hebben. Dus ik kijk even naar de hout, denk ik. Dat is makkelijk. Bij Shy Gets. Kijk, dan gebruiken we deze. Want dat vind ik zelf een hele mooie vloer om te gebruiken. Namelijk in Rollercoaster. Zo. En dan maken we hier gewoon eerst een vloerke van. Een vloerke. En dat vloerke loopt eigenlijk helemaal door tot achter. Want die remmen horen er eigenlijk ook bij het station. Hè? Ja, de donderbaan is natuurlijk wel een heel lang station. Dat weten jullie. Dat moeten jullie weten, toch? Zo, je hoort de achtbaan keihard herrie maken op de achtergrond. Oh. Klikt het spel weg. Zo. En dat laagje doe ik er nog een keer bij. Want het heeft een extra laagje. Daarom had ik die looping ook verplaatst net. Wat een gedoe, hè? Donderbaan. Jeetje.
Zo. Zo, even kijken mensen. Ik heb hier wat lopen geprobeerd. Kijk, dit komt ook weer niet mooi uit. Dus dan moet ik dit slopen. Even kijken hoor. Hier wat achteraan maken. Kijk. Ik heb hier dit dichtgemaakt. Hier moet nog raampjes in. En hier is de ingang. Hier ga je naar binnen. Het is natuurlijk wel wat anders dan de donutbaan. Ik haal dat even weg dat. En dan moeten we alleen nog een uitgang maken. Die uitgang zit ergens verstopt. Even kijken. Aan de achterkant. Dat is wel een nadeel. Want dan moeten we hem via de onderkant naar beneden laten gaan. Dat is op zich niet heel erg nadelig. Maar je moet hem wel naar beneden laten gaan. Kijk hoor. En je ziet ook zo weinig. Dat is het nadeel. Ik laat hem erachter lopen zo. En ik denk dat ik hem... Ja, hier kom je uit. Dus dan zou ik dit moeten combineren met elkaar. Zo. En deze dus hier. Klik. Het is even gedoe, maar je komt er wel. Zo, en dan sluit dit aan met dit pad. Kijk, nou, dat is de uitgang. Oké, de ingang en de uitgang. Mooi, dan hebben we die alvast klaar. Nou, die stomme eendjes komen ook overvliegen. Hup, ik pets hem zo, al die eenden, al die veren eruit. Kijk eens hoeveel veren ze achterlaten, die kale donsveertjes hier. Kijk eens. Oh, nog één. Jij mag niet ontsnappen. Zo, die loopt helemaal achterop, zie je dat? Vliegen, kom op. Nog één. Pets, huppakee. Nog meer. Wat heb je ervan hè, als je niet luistert? Opzout hier, er is hier geen water. Opzout hier ook. Wat is dit dan voor een speciale eend? Dit is wel een hele speciale eend hoor, waar is die daar? Hij gaat namelijk als een eend. Ja, hij doet het. Oké, nou hebben we alles kaal geplukt. Dat is mooi. Hier kan je in, ik had hier nog een put neergezet trouwens. Dat is een hele leuke objecten kan je daarvan pakken. Dat is namelijk de objectenmap heet. Even kijken, hoe heette die ook alweer? Iets met Walt Disney. Walt Disney Castle. En daarin zitten allerlei van die raampjes en zo. En die kan je gebruiken. Nou, vandaar dat ik die even hier had gebruikt. Bij die portaal had ik trouwens ook een hekwerk neergezet. Dat hekwerk zat er nog niet in. Dus ik ben eigenlijk een beetje aan het mooi maken van dit. Er zijn zoveel objecten. Is gewoon niet leuk meer, zeg maar. Ik kan ook een torentje maken nog. Maar hier zitten genoeg torentjes in. Ik moet nog hier even kijken hoor. Er is natuurlijk een soort ander gebouw, een torentje. Kijk, dat loopt helemaal naar boven, dat torentje. Kijk, hier moeten we natuurlijk even wat afbouwen. Dus ik ga hier nog aan de zijkant, ga ik nog even wat bouwen. Dat doen we eerst door de muren neer te zetten. Nou, op zich kan ik deze muur al slopen, dat we het even op die manier doen. En dan maak ik gewoon even wat muurtjes aan de zijkant. Zo. Ik geloof dat die niet goed staat. Hij moet ongeveer zo staan. Ik weet niet hoe die dan gaat met dat. Ja, dan komt hij er doorheen, hè. Dat is wel jammer. Oké, we maken het gebouw eromheen klaar. Dat ik eventjes wel een, iets moois kan doen. Huppakee. Hoppakee. Dan maak ik dit ook gelijk kleiner. Zo, dit kan wel gesloopt worden. Oh ja joh, doen er gewoon. Huppakee. Geen gezeik. Geen gouden hoer. Nou, hier hebben we wel eens een blok omheen gemaakt. Dan weten we dat we dat nog moeten thematiseren in een leuk gebouwtje wat daarbij hoort. Nou, het is natuurlijk extreem mooi dit. Ik ga hem nog even afwerken. En ja, ik wil zeggen bedankt voor het kijken naar deze achtbaan die we nu hebben gemaakt in het park. Ik wil een beetje verzorgde attracties hebben. En dit ziet er al echt veel vet uit. Bedankt nogmaals voor het kijken. Check volgende keer weer Rollercoaster. Tot dan. Doei doeg!